Dan leg ik dus mijn hand op het scherm en dan detecteert hij wat ik schrijf, hey, goed dat je kijkt naar deze nieuwe video. Ik ben Meester Zander zoals je al weet. En in deze video ga ik je natuurlijk weer iets tofs laten zien, namelijk de Logitech Crayon. Maar die hoort bij de iPad 2018. En in mei 2018 heeft Apple de iPad 6 generatie, zoals ze deze noemen, aangekondigd. En die is met een speciale prijs van rond de 330 euro in Nederland uitgebracht. Echt, nou ja, topprijs natuurlijk voor een topparaat. Ik heb hem hier in een mooie kitscover zitten. Uh, dit is de iPad 2018 dus. En wat het grote voordeel is van de iPad 2018, is dat hij met mijn Apple Pencil werkt. Dit is de Apple Pencil, uh, die kan je nog zo opladen. Dit is de eerste generatie. En deze gebruik ik zelf bij mijn iPad Pro. Maar eerst moest je dus een apparaat van bijna 700 euro aanschaffen. Plus deze pen van meer dan 100 euro. Nou ja, om hem te kunnen gebruiken. Maar dat is nu dus veranderd. Want deze Apple Pencil uh, ja, is er vast nog steeds, maar is vernieuwd. Kan draadloos opladen bij de iPad Pro. Maar er is nu dus ook een Apple Pencil voor het onderwijs uitgebracht. Namelijk de Logitech Crayon. Kijk, de Logitech Crayon komt in zo'n mooi doosje. En als je hem daar uithaalt, ja, dan zie je gelijk dat dit uh, ja, er veel fancier uitziet dan zo'n witte Apple Pencil. Die ziet er heel strak uit en dit is toch meer voor, uh, ja, voor kinderen en voor scholen gemaakt. Nou, je kunt hem heel eenvoudig opladen. Want er zit hier aan de achterkant een gaatje. En daar kun je heel eenvoudig. Deze insteken. Dat is gewoon je opladen van je iPad. Nou, super handig natuurlijk. Want dan, uh, die heb je altijd bij de hand. Dus dan kan je hem zo opladen en kun je gelijk weer aan de slag. Zet een dopje op, doe je hem weer dicht. Ook nieuw is een aan- en uitknop op zo'n pen. Want je kunt dus met die pen schrijven op de iPad. En je moet hem connecten via Bluetooth. Kijk, zo'n pencil gaat vrij automatisch. Dat is handig, maar niet wanneer je met meerdere iPads in een lokaal zit. Want ja, je weet dan op een gegeven moment niet meer waar deze Apple pencil aan gekoppeld is. En het handige is, deze kun je aan- en uitzetten door op de aan- en uitknop te drukken. Dan gaat er een klein groen lampje branden en dan gaat hij het doen. Dan wordt hij in principe automatisch gekoppeld met de dichtstbijzijnde iPad in de buurt. En in het Bluetooth-menu kun je dat ook weer aanpassen. Aan- en uitzetten. Nou, wat is nog meer verschil met deze um, Apple Pencil? Is dat een, ja, hij een plat is. Dus ja, dat houdt wel even iets anders vast. Maar voor kinderen juist ook wel weer fijn, merkte ik. Je kan hem dus goed vasthouden. Um, zijn er nog meer verschillen tussen deze twee? Ja, deze um, is in principe drukgevoelig. Deze niet. Dus je kan wel harder duwen, heeft geen effect. Je kan hem wel schuiner houden. En dan zou die een dikkere lijn moeten maken. Nou, dat kan. Maar ik zie niet zozeer de meerwaarde. Behalve als je heel goed kan tekenen. Dat kan ik niet. Dus ja. Maar dan, waarom zou je zo'n pen... Want hij is 69 euro volgens mij op dit moment. Ja, waarom zou je dat kopen? Nou, volgens mij is het ideaal voor kinderen die uh, ja, leren schrijven bijvoorbeeld. Dus je hebt een aantal apps. En die zou ik er even bij pakken. Bijvoorbeeld, um, je hebt School en School. Cursief. Die is wel helemaal in het Engels, maar ik zal even de Letterschool app erbij pakken. En dan kan ik dus schrijven op mijn iPad. Dan leg ik dus mijn hand op het scherm en dan detecteert hij wat ik schrijf. Dus ik kan echt mijn hand op het scherm leggen. En wat ik dus heel veel zie eh, in mijn klas is dat kinderen ook kleuren tegenwoordig met hun hand boven het papier. En volgens mij komt dat puur echt omdat ze te veel met schermen omgaan en dus niet meer gewend zijn dat ze hun hand neer kunnen leggen. Nou, met deze pen kan dat dus wel. En ideaal om dus bijvoorbeeld met de Letterschool app te gebruiken, zodat kinderen echt gewoon die letters oefenen. En dan zul je zeggen, ja, dat kunnen ze toch ook gewoon op papier? Ja, maar met zo'n mooie pen wordt het eerst voorgedaan, visueel. En ze krijgen gelijk te zien of ze het goed hebben gedaan. En dat is helemaal leuk met de nieuwe schrijfapp. Um, en die is wel echt volgens mij, voor mijn gevoel vanaf um, groep 3. Maar uh, schrijven leer je zo, is een methode. En die hebben een app uitgebracht. En die app, ja, daar kun je dus in oefenen. En dan kun je eigen werkbladen en zo in maken. Maar mij gaat het vooral om het oefenen op de tablet. Dit is dezelfde software als die op het digibord die je kunt kopen. En dan schrijf je een letter. En dan gaat hij kijken: hoe heb ik het gedaan? Hoe nauwkeurig um, is de schrijfbeweging goed? En welke snelheid? Want die kan wel goed schrijven. Maar als je daar heel lang over doet, is dat ook niet het beste. Dus dat is echt tof van deze app. Ik ben er heel enthousiast over om die dus te gebruiken in combinatie. Met die pen. Wat kun je nog meer met deze pen? Ja, dat is natuurlijk tekenen. Heel tof. Je kunt creatief uh, ermee aan de slag. Bijvoorbeeld met Sketches School. Daar heb je allerlei handige tools in om uh, te tekenen. Eigenlijk gewoon een digitaal ja, tekenboek wat je dan hebt. En uh, ja, daar moet je van houden. Maar je hebt dan eindeloze mogelijkheden. En in principe kan dat ook in notities. In de notitie app kun je ook gewoon tekenen. Er uh, zit gewoon een pennetje bij en dan kan je alle kleuren kiezen. Je hebt een potlood een pen. Um, nou, gewoon super handig. En wat ik zelf altijd leuk vind om kinderen te laten doen, is uh, op een foto tekenen. Dus ze uh, maken eerst een foto en dan kun je op het pennetje klikken in de uh, foto's app bij de foto. En dan kun je bewerken. Markeringen heet dat. Nou, dan is er nog een speciale app die bij de Apple Pencil uh, hoort, of in ieder geval waar. Uh, waarbij die gepromoot wordt. Frockypedia heet die app. En daarin kun je een kikker ontleden. Dus je gaat met je pen um, over de kikker en zo gaat, ja, wordt die opengesneden eigenlijk als het ware. Een um, beetje legume, misschien nog niet echt voor kleuters, maar voor oudere kinderen zeker leuk. En vooral ook om met die pen te doen, want je hebt echt het gevoel dat je ja, in die kikker snijdt. Als leerkracht kan je deze pen ook goed gebruiken. Wat je dan namelijk doet, is eh, bijvoorbeeld je iPad aan het digibord koppelen. En dan kun jij op je iPad schrijven. Zien de kinderen dat op het scherm of bijvoorbeeld iets aanwijzen. Wat ook heel tof is, zijn natuurlijk instructievideo's maken. En wat is er nou handiger dan dit in Explain Everything Education te doen? Eh, met die app kun je namelijk je eigen instructie opnemen, je stem. En ook allemaal media invoegen. Nou, ik heb even de, de starthandleiding gedaan. En dan zie je dus dat je door deze pen te gebruiken. echt heel handig kunt tekenen daarin. En dus met je vingers kunt in- en uitzoomen. en met de pen tekent. Ik heb echt het gevoel dat ik dus meer voor elkaar krijg. Want als ik met mijn vinger op het scherm aan het tekenen ben. Um, ja, mij lukt dat nooit zo goed. En met zo'n pen werkt het dus wel goed. Dus zelfs als je op de computer met een muis probeert te tekenen, dat werkt ook. Ja, bijna niet zeg maar. En met zo'n pen kan je dus heel mooi uh, eigen instructies opnemen en weer delen, als bijvoorbeeld video op YouTube. En dat is met Explain Everything Edu echt heel handig. Conclusie: je hebt dus een heleboel toffe apps die je met deze Logitech Crayon kan gebruiken. De pen is op dit moment 69 euro uh, in Nederland, gewoon overal te verkrijgen. En wanneer moet je deze nou kopen? Als jij denkt. Ja, ik wil het schrijven uh, toch verbeteren. We hebben allemaal iPads. Je hebt dus wel de nieuwste iPad nodig, 2018. Sixth Generation staat er dan op. Dus check dat even voordat je deze pen gaat aanschaffen. En uh, ja, dan kun je echt mooie dingen erop doen en kinderen ermee laten oefenen. In plaats van met hun vinger op het scherm te tekenen of te schrijven, kunnen ze dan met deze pen schrijven en voor jezelf als leerkracht kan het dus ook een uitdaging zijn als jij denkt ik wil op een ipad gaan werken of ik werk op een ipad dan is zo'n pen zeker een uitkomst en um, ja voldoet ook deze ook zeker ik zou de apple pencil is natuurlijk ziet er mooier uit misschien maar ja ik geef misschien zelf nog wel de voorkeur aan deze want die ligt echt wel fijner in de hand. Ik hoop dat je iets hebt gehad aan deze video, dat je dus nu denkt van ja, misschien wil ik hem wel gebruiken in de klas. Heb je nog vragen, stel ze hieronder in de comments, zodat ik ze kan beantwoorden of benader me via mijn Facebookpagina Kleutermeester Sander of meesterSander.nl. En vergeet je niet te abonneren op uh, ja, mijn YouTube kanaal, zodat je op de hoogte blijft van uh, alle laatste, tofste, nieuwste, beste onderwijsmaterialen. En hopelijk zie ik je binnenkort op de NOT. En daarvoor zullen natuurlijk ook heel veel video's verschijnen op mijn kanaal. Dus ik hoop je daar te zien. Hey, bedankt voor het kijken. Doei.